De grootste die we hebben. De Super Extreme ook. Ja jongens, we zijn aangekomen bij de vuurwerkwinkel. We gaan even naar binnen even kijken wat ze hebben. Kijk, mooie toonbank. Ik zie al mooie pijltjes daar zo. Ja, ze hebben wat leuke productjes tussen zitten zo. Mooie potjes. Het is een redelijk klein winkeltje, maar ja, ze hebben het nodige. Even kijken hoor. Oh ja. 25, 45 meter. Alright, oké, okay. Nice. Ja jongens, we hebben wat ingeslagen. Klein batterijtje. Hier zijn een paar pijltjes. Ik laat jullie zo even beter zien. Het zijn een soort saluutpijlen. Dan hebben we hier zo. Het zijn geloof ik kleine vlindertjes. Ja, wel leuk voor erbij. Hier zo pak je supergato's. Die hebben ze geloof ik ook in België. Hele mooie vlinders. Even kijken, de Magnum Ford nummer 4. Ja, ziet er ook heel leuk uit. Ik laat jullie straks wat meer zien over de producten als we het gaan afsteken. Even kijken. De Super Extreme, moet je kijken hoe groot die zijn. In ieder geval, dit is de buit voor vandaag. Dus dat gaan jullie straks laten zien in de video. En, ze hebben wel zat leuke dingetjes zoals je ziet. Het is een klein winkeltje. Je mag schijnbaar het hele jaar afsteken in Spanje. Dus ik zou zeggen, let's go. We zijn op stooklocatie aangekomen. We hebben een leuk tasje met wat spulletjes bij. Ik zou zeggen, kom, gaan we het even laten zien. Kom maar even dichterbij. We hebben hier zo, als eerste, een, geen idee eigenlijk. Het zou een soort saluutpijltje moeten zijn. Het belooft heel wat te worden, ik ben heel benieuwd. Dan, we hebben hier zo, Super Extreme. Zijn Spaanse vlinders, zoals je ziet. Ik zal hem er even uithalen. We hebben ze al gezien, het zijn behoorlijke dingen. Even kijken hoor. Even kijken joh, ze zijn zwaar ook. Heel ziek. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien zo. Ja, dat zijn... belooft heel wat. Dan gaan we door naar het volgende. Ik heb hier zo de, even kijken, de Magnum Forte nummer 4. Het zijn wat kleinere vlindertjes geloof ik. Oh ja, wel allemaal hele mooie kleurtjes ook. Mooi afgewerkt, stevig lontje. Dan hebben we hier zo de Supergato's. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij hadden ze deze in België ook. Kan zijn dat ik het fout heb. Ja, lijkt eigenlijk een beetje op die andere groene vlinders. Alleen, deze zijn toch nog wel even een stukje groter zoals jullie zien. Wederom mooi afgewerkt, lang lontje. Helemaal top. Hier zo, dit is een batteria. Even kijken hoor. Het zijn hele kleine shots of zo, zei hij. Ik weet niet precies wat het is. Het was op zijn aanraden van de winkel. Dus nou ja, altijd leuk om even erbij te doen. Dan hebben we hier zo, dit zijn geloof ik echt hele kleine vlindertjes. Oh
Oh ja, zo, dat zijn hele kleintjes, zeg. Ja, die zijn ook wat slechter afgewerkt natuurlijk, maar ja, kost ook geen drol zo'n doosje. Dus dit is in ieder geval even wat we vandaag gaan doen. Dit is het pijltje. Apart lontje moet ik zeggen, maar we gaan hem eventjes doen. Zo, die zijn hard, jongen. We hebben hier zo die kleine vlindertjes. Ja, knallen best leuk. Gewoon leuk voor de bij. Lekker hoor. Ik zou zeggen, deze ben ik wel heel benieuwd naar. De Trueno, de Super Gato's. Het zijn toch niet verkeerd? En als we dan toch bezig zijn, doen we gelijk de volgende dag eraan. Het zijn heerlijke knalletjes, als je het mij vraagt. Heerlijke echo ook. Het zijn de grootste die we hebben. De Super Extreme ook. Wat een echo, jongens. Echt bizar. Nou, dan weer de volgende. Nou, er komt de volgende. Ik heb geen idee wat het doet. Lekker hoor. Nou, we hebben nog 3 van die grote. Ik zou zeggen, die doen we ook eventjes achter elkaar.
zo ziek, jongen. Ja, jongens, dit was alweer het einde van de video. Ik moet zeggen, waren toch wel hele goede vlinders. We zijn momenteel in Spanje natuurlijk. Dus even wat anders dan Polen een keertje. In ieder geval, het zeker de moeite waard. Let wel op, is uiteraard niet toegestaan in Nederland. Ja, wij hebben nou alles gedaan. Film daar maar eventjes. Dan zie je daar nog allemaal kleurtjes van die vlinders liggen. Het was in ieder geval super kwaliteit. Dus dit is het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Later.